Landstede Hemmers TV wordt mede mogelijk gemaakt door Studuo. Kevin, jullie winnen vandaag met 92-75, 17 punten verschil. Behoorlijke overwinning. Wat zegt dat over jullie ploeg eigenlijk? Ja, ik denk dat wij gewoon een hele sterke ploeg zijn. Deze wel. Ja, maar als je dan speelt zoals nu, ja, dan laat je dat ook gewoon zien. Hoe goed zijn jullie? Want jullie staan bovenaan. Hebben eigenlijk nog nauwelijks echt tegenstand gehad. Eén keer in Leiden. Maar voor de rest zijn jullie tot nu toe heer en meester in deze competitie. Ja, als je naar de resultaten kijkt, inderdaad wel ja. Ik denk vind dat er nog heel veel te verbeteren is. Ook vandaag starten we eigenlijk slordig. Qua felheid troeven ze ons hartstikke af. Dus ja, we staan eerst, alleen er is nog heel veel te verbeteren voor ons. Waar kunnen jullie verbeteren nog? Kun je een voorbeeld geven waarvan je zegt, nou, daar moeten we echt dan nog een stap maken? Ja, als wij clicking zijn, als wij echt sterk spelen, ja, dan zie je gewoon dat we gewoon een heel sterke ploeg hebben. Alleen we hebben nog te vaak van dat we ietsje zo onder die ondergrens gaan. Slordig bal verliezen, slecht in de verdediging. Dus ik denk van dat de winst voor ons is om die stretches waarin we wat slechter spelen kleiner te maken en waar we sterk spelen groter. En dan uiteindelijk hoop je dan over 40 minuten gewoon de perfecte game uit te spelen. Ja, hoe komt het dan dat je dan even inzakt? Wat gebeurt er dan in zo'n ploeg? Ja, lastig om te zeggen, want het is, ja, je probeert het gewoon altijd. En ja, de ene keer dan valt de bal even lekker wel en dan weer niet. Dus lastig om te zeggen. Dus het is ook lastig om te zeggen van wat je precies moet doen om dat te verbeteren. Maar goed, het is iets waar we veel aandacht aan besteden. Nou, en hopelijk kunnen we dat in de toekomst beter gaan doen. Zelf opnieuw de man of the match. Opnieuw dat wij zo'n gesprekje dan mogen hebben. Wat doet dat eigenlijk met je als je dan man of the match wordt? Het moet toch een lekker gevoel zijn? Ja, dat is zeker wel leuk. De fans, als zij jou... Als ze me uit een match vinden, ja, dat is altijd leuk om te zien. Dus dat doet me goed. Nou mogen jullie woensdag naar Oostenrijk, de laatste uitwedstrijd van de poolfase. Wat doet dat met jullie ploeg eigenlijk? Dat je ook nu met elkaar zoveel on the road bent. Ik kan me voorstellen dat je ook wel bij elkaar brengt. Ja, zeker weten. Weet je, als we daar zo in Israël en ook in Cyprus, ja, dan zijn we gewoon heel veel samen. De kaarten we samen. Ja, en je trekt gewoon heel veel op. Dus naast het basketbal is het ook, naast het veld gewoon als team. Ja, dan groeien we. En dat is erg gaaf. Gaan jullie aanstaande woensdag zeker stellen dat jullie nog een ronde doorgaan in Europa? Ja, ik hoop het. Kijk, gewoon het enige wat wij kunnen doen is daar pinnen. En ik geloof dat als er dan een positieve resultaat is dan in de andere game, ja, dan kunnen we door zijn. Alleen dan maken wij ons niet druk om. Het gaat gewoon om onze game. Dus daar kijken we gewoon uit. Voor nu gefeliciteerd en geniet even van de overwinning en succes voor woensdag. Dankjewel, hartstikke bedankt. Landstede Hemmers TV wordt mede mogelijk gemaakt door Studuo.